de zomer van 1970 was Rotterdam 3 dagen lang de hippie hoofdstad van de wereld. Deze maand is het precies 50 jaar geleden dat in het Kralingse Bos het Holland Pop Festival werd gehouden. Het Nederlandse antwoord op het legendarische Woodstock Festival. Maar liefst 100.000 mensen gingen 3 dagen lang compleet los op internationale artiesten als Pink Floyd, Santana en The Birds. Seks, drugs en spannende muziek. Ik heb afgesproken met Ton en John. Die waren niet alleen bij het festival, ze hadden ook een hele belangrijke rol. Namelijk Ton, die maakte foto's en beeldmateriaal van het festival. En John, die heeft dit prachtige monument gemaakt. Hallo heren. Hey. Hoe gaat het? Ja, prima joh. Wat een mooie dag is het. Ja, maar dat is niet voor niks natuurlijk. Hè? Nee, dat is niet voor niks. Goede dingen vallen altijd samen. Zo is het. Hoe uniek was het festival? Ja, uniek. Als iets voor de eerste keer is gebeurd hier in zo'n park, in zo'n prachtige omgeving, dan is het niet te vergelijken met iets anders. Hè? Ja, maar het was natuurlijk voor Nederland, was het wel uniek wat er gebeurde. Vrouwen in blote borsten, er werd gebloot, alles kon, nou, de vrijheid kijk, was er. Ja, kijk, het is natuurlijk, je moet het in de tijd zien. Bij de generatie daarvoor, die had de oorlog meegemaakt met alle beperkingen. En die nieuwe generatie, die waren dus, als ze vlak na de oorlog geboren waren, dan waren ze 25. Dus alles wat daartussen zat, ja, dat had eigenlijk geen vervelende dingen meegemaakt. Ze zagen het steeds beter worden. Ja. En daardoor namen ze het ook waar, hè? Ja. Ze gingen los. Ze gingen los, ja, ja. Dat klopt, ja. Ja. En die ouders die waren er niet bij. Dus het maakte het helemaal makkelijk. Ja. Hoe oud was u toen? Ik was toen 41. Jij was er ook bij het festival. En jij was nog piepjong. Hoe oud was jij? Ik was in het weekend 16, 2 dagen. En op zondag werd ik 17. Wauw. En van mijn ouders had ik geld gekregen voor het kaartje. Dus jij hebt eigenlijk je verjaardag gevierd op het festival. Hoe was dat? Ja, dat is een bijzondere gebeurtenis dan. Ja. Hoe kijk jij terug op het festival? Ja, het is 50 jaar geleden, dus ja, het is, ik denk dat het, nou, om te zeggen, een vormende gebeurtenis, wil ik nou weer niet zeggen, maar het is wel iets wat je voor het eerst meemaakt in deze staat. Ja. Ik was HAVO-scholier, ik zat hier op de Mecklenburglaan, dus ook in Kralingen. En wij merkten eigenlijk dat je vanaf 1967 een soort andere tijdsgeest kreeg. Het begon eigenlijk in 1967 met popfestivals in Monterey, Amerika. En daarna kreeg je in Engeland Isle of Wight, 68, 69, 70. In 1969 Woodstock. Dus die beweging die was al gaande. Dus het was niet alleen hier eigenlijk. En of dan je leven veranderd heeft, de tijdgeest vanaf, laat maar zeggen, je vormende jaren van 14, mijn vormende jaren van 14 tot, laat maar zeggen, tot ik op mezelf ging wonen, hè, dat je volwassen wordt, dat waren die jaren eigenlijk. Wat zijn uw mooiste herinneringen aan het festival? Nou, het zicht buiten gaan, dat waren de mooiste dingen voor die lui die zich er buiten gingen natuurlijk. Maar voor mij was het visueel en om dat in beeld te brengen, natuurlijk heel dynamisch als zo'n kerel. Want ik weet niet of je dat filmpje van mij wel eens gezien hebt. Ja. Dat die kerel helemaal buiten zichzelf komt en als een gek wordt af. Hij wordt gewoon, hij is helemaal de kluts kwijt, wordt weggevoerd. Alcohol was toch toen nog niet in sprake. We bloden dan wel, maar voor de rest niks. Het focus wordt bijna altijd gelegd op seks en drugs. Maar in wezen was dat een onderdeel, maar niet. Het was niet zo uitge. Ja, het wordt nu eigenlijk groter gemaakt dan het toen was. Als je naar foto's kijkt, ik heb ook meegewerkt aan een boek over het popfestival. En ik heb van veel fotografen de foto's gezien. Nou, af en toe kom je bijna altijd de 2, 3zelfde meisjes tegen die met hun blote borsten in het publiek staan. Er liepen niet zoveel vrouwen met blote borsten? Absoluut niet. Als ik je foto's laat zien, kan je foto's laten zien. Maar
Kijk, de meeste mensen zaten gewoon met hun kleren aan. En het was ook niet altijd even warm. Het was ook gezien vanuit... Kijk, we hebben vandaag een zonnige dag. Het weer was toen ook verschillend. Hey John, jij hebt dit prachtige monument mogen maken. Klopt, hoe is dat? 16 jaar geleden dacht ik bij mezelf... Er is eigenlijk niets wat herinnert dat hier in 1970 die bijzondere gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Zo'n legendarisch festival heeft plaatsgevonden. Ja, dus ik dacht van, er moet op deze plek iets komen... waardoor die mensen die hier eigenlijk langslopen dan weten wat er heeft plaatsgevonden. Dat heeft dan nog 8 jaar geduurd en ik ben blij dat het uiteindelijk gekomen is. Al heb ik dan jaren voor moeten... Strijden? Ja, het is ook niet zo dat je er dagelijks dan weer mee bezig bent. Hè. Ik heb hier bij me... een oude platenspeler. Mm-hmm. Ja. En jazeker. En de plaatjes van de artiesten die toen optraden. Kijk eens. Oh. Welke plaat heb je gekozen? Ik heb gekozen voor een niet zo bekende band. It's a Beautiful Day. En ik heb mijn naam gekozen omdat de naam van de band zo mooi is. It's a Beautiful Day. Je kan ook zeggen, three beautiful days. Maar daar slaat het een beetje op. En het nummer White Bird is ook een mooi nummer. Hey. Voetjes van de vloer, jongens. Ja. Nou, we gaan geen gekke dingen doen. Wat goed, dat hebben we niet afgesproken. The leaves blow across the long black road to the darkened sky. And it's raining.